Ja, dat wil ik echt niet. Ga ik ook echt niet doen. Want wat je eigenlijk zegt met een kwotum tegen mensen. Ja, u kunt wel een baan krijgen, maar die krijgt u omdat u een beperking heeft. Dus met andere woorden, je zet mensen weer opzij. Je zegt eigenlijk tegen mensen, ja, u bent eigenlijk iets bijzonders. Daar zit een vlekje bij u. En dat is de reden waarom u een baan krijgt. Ja, dat is nou net waar we van af willen. Dat is ook die grote omslag die we moeten maken. We moeten nou eens gaan kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Dus ik vind dat mensen meer kansen moeten krijgen. Daar hebben we een instrumentarium voor. Een nieuw instrument als loondispensatie. En ik geloof ook helemaal niet dat je werkgevers tegen werkgevers moet zeggen, nou, hier heeft u 10 mensen, terwijl iemand zelf niet wil. Dat gaat nooit werken. Je zegt zelf van de werkgevers willen heel graag meedoen. En binnen de huidige voorgestelde regeling ligt het, de verantwoordelijkheid heel erg bij de werknemer zelf. En zo'n kwotum zou toch een extra prikkel kunnen zijn om die mensen aan te nemen? Nee, want ik ga ervan uit dat iedereen die kan werken, dat die ook graag wil werken. En waar deze regeling nu juist over gaat, is om te zorgen dat mensen ook meer kansen krijgen om te gaan werken. Nou, door het voor werkgevers beter te organiseren, door het voor mensen aantrekkelijk te maken, in het geval van loondispensatie. Dat hele pakket samen met al die instrumenten die we hebben straks. Ja, dan ben ik ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Waar een wil is, is werk. Ja, dus een kwotum is voorlopig nog niet nodig. Het is niet nodig, maar ik wil het ook echt niet.